Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en we zitten lekker in Curaçao. Gisteren hadden we dus fuif en ik ben brak daarvan. Dus we hebben lekker een katerpoetseltje. Een bagel met bacon en een ei en avocado. Oh, fucking lekker. We gaan denk ik gewoon zo eten. Ik krijg ja. Gewoon niet gesmeerd. Nee, dat zit er wel. We zitten lekker bij Kokos. Hoe chill en hoe mooi. Het is echt een plaatje. Fijn FM. Oh, wij zitten hier toch Fijn FM? Ja. Is dat goed? Oh ja, dat is natuurlijk de CMFB, ja, dat is goed, ja. We zitten nu in de auto. Boze stopt altijd een donut. En we gaan nu naar Westpunt, want daar schijnen echt de mooiste stranden te zijn. Schildpadden! Aan de schildpadden zijn we open. Ze zijn er sowieso. Fucking leuk. Dus we zijn wel een beetje moe en dood, maar ja joh. Ja, hoort erbij. Hè? Hoort erbij. Vanaf de laatste dag. Vind je de oplossing bij? Dat is echt niet normaal. Ja. De tijd gaat. Ja. Zie je wel hoor. Missie. Zoek voor meer informatie je verzekeringsadviseur of ga naar media.com. Zo raar. Nou, we zijn nu bij Playa Grande en hier zijn dus heel veel schildpadden, toch? Ja. Dus we gaan even schildpadden spotten. Ja, met allemaal dode visjes toch? Ja, ik zag het al. Het is wel een beetje lelijk hier, maar je hebt wel dus schildpadjes. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... We zijn nu bij Casabau, het is hier echt ziek mooi, echt niet normaal. We hebben even wat drinken en even wat happies om te eten. Dan gaan we straks lekker in de zee liggen of in de strand. Lekker. We zijn hier echt de hele dag aan het chillen, het is zo fucking mooi hier. Echt, het water is zo blauw. Bo heeft nu lekker een massage daar. Ook echt heel relaxed. En zo meteen gaan we eten bij Karakter. Dat zit dus ook aan de zee. Fucking leuk. En dan hebben we een mooie dus zonsondergang. Helemaal cute. Helemaal gezellig met de girls. En het is morgen alweer de laatste dag. Het gaat zo snel. We hebben morgen een jetski tour. Hoe leuk. Dat wordt echt fucking leuk. Dus dat gaan we ook lekker doen. Lekker eten nog. Helemaal chill. Oh jongens, we zitten bij zo'n leuk tentje op het strand. Echt super gezellig. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Lekker spelletje aan het doen, broodje. Oh, we hebben zo lekkere dingen ook besteld. Ik kan er echt niet op wachten. Oh my god, dit is echt niet normaal. Wat goed dit. Nou, het ziet er nu niet meer uit. Maar we hebben lekker een seafood pasta, tonijn, steak en ik wou even lekker een ribeye.
Heerlijk. Echt goed eten hier hoor. Ja. En echt zo gezellig. Love it. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Toch? Ja. Nee. Ja. Dus vandaag is nog de laatste. Oh nee. Ja, dinsdag. Ja, de laatste volle dag. Okay, morgen alleen ochtendje. Morgen alleen ochtendje. Vandaag gaan we liggen nu lekker op bedjes bij Madero. Chill. En we gaan om 1 uur lunchen bij Moed. Daar gaan we lekker sushi eten. En om 3 uur gaan we een jetski tour doen. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik ben echt helemaal... Shit, heb ik dat zakje wel mee? Oké. Okay. Oh my god. Nee. We hebben zo lekker eten weer hier bij Moed. Het zit ook gewoon lekker aan de zee. Zo chill. Oh, wat geweldig dit. Dit is echt niet normaal. Love it. Nou, wij gaan dus nu die jetskier. Wij gaan nu die jetski tour doen. We hadden net echt niet normaal lekker gegeten. Oh, love it. Maar goed, ik ben echt benieuwd. Ik ga ook weer mijn telefoon meenemen in zo'n hoesje dat ik kan filmen. Dus ben benieuwd. Oké, je ziet mij niet. Die jetski tour was echt fucking leuk. Ik zie niet waar ik loop. Isabel, vond je het ook leuk? Was jouw verjaardag cadeau? Ja, ik vond het zo leuk. Echt, en ik Bo? Ben zo blij. Ik vond het ook wel leuk. Ja. Bo vond het ook heel leuk. Nee, het was echt top. Het was echt, nou, het ging in ieder geval fucking snel. Het was 3 kwartier uur, maar voor mijn gevoel had ik echt 5 minuten erop. We zijn nu helemaal gefliekt. Laatste avond. Super leuk jurkje aan van Bo. We gaan nu eten in Willemstad bij de gouverneur. Ja. Dus helemaal zin in. Allemaal kerstkleding. Ja, we hebben echt allemaal kerstkleding aan. Ik heb ook niet bij, dus ik moest wel. Ja, nou, dat is toch leuk. Ja, helemaal leuk. Dus ja, we gaan lekker uit eten. Helemaal zin in. En dan is alweer de laatste avond. Echt wat de fuck. Oh my god. We zijn echt bij zo'n leuk restaurant. Het heet de gouverneur. Gouverneur. De gouverneur. We hebben een lekker cocktailtje vooraf. We hebben nu een vitello tonnato en een tonijn tataar. Echt, oh, het ziet er zo goed uit. En het is dus in Willemstad. Ja, bij de Pontjesbrug. Ja, en je ziet hem net niet, maar zit daar. Het zit in een binnentuintje. Ja, het zit in een heel schattig binnentuintje. Echt cute. Oh, we hebben nu de hoofdgerechten. Bo en ik hebben allebei een zalmfilet. Heel lekker. Isabel lekker asperges met een aardappel. Ja, ik heb lekker een gin tonic. Love it. Deze brug bedoelden we dus. Ik wil er even overheen lopen. Nee hoor. Of jij wel? Nou, ik wil het al een keer voorzien maken. En daar zijn die huisjes. De welbekende huisjes. Kijk, daar. Hoe cute. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. We hebben alle spullen weer ingepakt en we gaan nu uitchecken en naar de airport. Dat was het alweer. Laat mij gewoon alleen hier. Ja. Laat mij gewoon weer achter. Zo voelt het ook. Ja. Wij gaan naar weer terug naar ons huis, maar jij blijft hier. Ja, echt heel raar, maar het was wel echt heel leuk. Ja, superleuk. Helemaal leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag alweer. Gisteren was echt een kutdag. What the fuck. Ik was mijn laptop vergeten in het vliegtuig. En hij is helaas gelukkig weer gevonden. Maar ik was zo moe, ik had zo'n jetlag. Het is nu ook al fucking laat. Ik heb nog steeds fucking jetlag. Maar goed, ik heb nu gezellig een pizza party. Vriend van ons, die kan heel lekker pizza's bakken in zo'n steenoven. Dus daar ga ik nu heen met Stan. Helemaal gezellig. En ik ga wel een beetje op tijd slapen. Ik ben echt super verkouden en ik voel me helemaal niet goed.
Ik heb lekker een shakey gemaakt met allemaal vitamine en groentes. En ja. Ik kan even niet vloggen, sorry. Ik ben echt helemaal niet lekker. We zijn weer bij Paul PP. Paul Pizzabas, bakker. Zo, ik kom echt voor de. Paul de pizzabakker. En. Sarah, vraag je iets pas ervoor naast. Ja. Kijk dan, hij heeft helemaal zo'n vers tomatensaus gemaakt. Van die echte goede kaas. Wat is dit dan? Aubergine. Hier heeft hij nog allemaal dingen. Nou ja. Hier heeft hij dus al zijn deeg. Heeft hij ook helemaal zelf gemaakt. En dan is hier dus zijn pizzabakkerij. De PP pizzabakkerij. Hier is een pizza oven. Where the magic happens. Ja, heeft hij een lasertje. En hij gaat dit hier helemaal een vleesje gaan helemaal maken. Nou, hoe leuk. Foto. Ja, 4 stenen jongens. Ik ben nu aan het filmen. Oh. 20 stenen. Oh, we zullen hè? Ik zou het niet meer gebruiken. Nee. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag. De pizzaavond gisteren bij, bij Daan, bij Paul. Was echt super gezellig. Het is nu zaterdag. Ik heb echt de hele dag nog niks gedaan behalve mijn kamer opgeruimd en mijn koffer uitgepakt om hem vervolgens weer een beetje in te pakken. Ik ga dinsdag namelijk naar Spanje, 10 dagen, naar het huis van Daan, vriend van Nina. Hij heeft daar een huis, in ieder geval zijn ouders. En daar gaan we lekker chillen en lekker vakantie vieren. En ja, mijn neefje was er vandaag, zijn even lekker gaan varen, was wel gezellig. Dus ja, een topdag en ze gaat chill. Ik zag dus dat er ook een pakketje binnengekomen was van Fem1608. En dit is een nieuw kledingmerk. En we hebben dus allemaal nieuwe dingen. Dus ik ga dit eventjes uitpakken. Super leuk. Helemaal vergeten te filmen. Maar het waren dus super leuke truien. Ik ben nu op vakantie. En ik heb ze ook meegenomen. Deze heb ik lekker aangehad in de airport. Ik heb het kaartje er nog in laten hangen. Had ik helemaal niet door. Kijk hoe leuk. Echt zo'n lekkere, chille trui. Ik zal ook wel een foto plaatsen. En deze ook in het oranje met korte mouwen. Dus echt super chill, lekker op vakantie. Maar ook gewoon lekker in het najaar weer. En hoe leuk zijn die kleurtjes. Love it. Jongens, dit was dan alweer het einde van de weekvlog. Ik hoop dat jullie dit ook een leuke weekvlog vonden. Een beetje cruciaal en toen ik thuis kwam. Maar toen ik thuis kwam was ik natuurlijk echt niet echt lekker. Dus weinig gevlogd. De volgende weekvlog ga ik alweer naar Spanje toe. Dus dat is ook weer helemaal leuk. Dus ja, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En vergeet zeker niet te supporten, like, subscribe, comment. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!